jullie kijken, dit is een gloednieuwe video van Fortnite Battle Royale. En we gaan gewoon weer duo doen. Ik hoop nu wel deze keer beter potjes. Ik heb wel zo doorheen gaan. Lazy op te warmen of nee, ik wil eigenlijk naar retail, maar ik kan het niet lezen. Waarom had hij eigenlijk iemand in zijn video soms in de radio even heel snel te laten horen, heel even, want hoeveel minuten kan, krijg je daar pas een melding van? Of ze doen. Wat? Oh, kan het minder dan 10 seconden, dan... Ja. Maar gewoon eigenlijk veel mensen die hebben gewoon die visuele sound effects gewoon aanstaan. Ja, gewoon normale mensen hebben dat. De meeste denk ik hoor. De meeste... Ja, die wat dat geen headset of zo, of gewoon oortjes die hebben vooral ook. Oké, ja, het wordt druk. Daar is iemand. Ja, daar ga ik zo beginnen. Ja, ik kan ook niks. Kak. Ik heb geen pickaxe of zo. Volgens mij zit er iemand. Ik heb ook echt helemaal geflipt. En er zit iemand. Ik kan echt vrij weinig. Ja. Wat zou ik doen? Kak. Oh, echt. Dan één keer komt hij. Ja, dat is eigenlijk kak en impulsjes. Die kun je wel. En we gaan. Oh, waarom ga ik naar de lobby? Oh, echt. Ik ben al zo gewend of zo. In ieder geval, we gaan nu beginnen aan het nieuwe potje. En ik hoop echt dat dit potje beter is. Ik hoop ook even dat ik nu iets anders vind. Ja, gelukkig gebeurt even. Ik hoop even dat sowieso hier ja, wel wat mensen heen zijn gegaan, alleen niet zoveel. Ja, kijk, dat is het weer. Lazy. 1000 mensen altijd. Dirty. Bijna niemand. Ja, dan kun je wel een beetje sterke loot vandaan halen. Dan heb je wel wat fatsoenlijke loot. Ik hoor boogiebombs. Er was er iemand. Oh. Kijk dan, boogiebombs zijn leuk als je op iemand anders gebruikt. Maar niet leuk als die op jou worden gebruikt. De cirkel is bij de Stark Industrie. Weet je wat ik me trouwens doet opvallen, hè? Dan moet je wel eens fatsoenlijk gaan kijken als je gewoon even boven die map vliegt. En dan moet je maar eens die stories of de battle pass van Booga kijken. Ik zet die video even gewoon in de beschrijving omdat ik het daar nu over heb. Wel, want dan kunnen jullie me zien. Dan snap jullie ook wat ik bedoel. Want in het begin van dat filmpje, of misschien heb je wel gezien, zie je. Daar is er iemand. Maar in het begin van die video zie je dat een stukje, het lijkt eigenlijk op deze chapter 2 map van Fortnite. Ik steek anders wel met kit. Waar is die? Ja. Ja, of laat mij die lama open, want ik moet die volgens mij. Dan heb ik. Oh. Oh, laat mij die dan openen. Oké, kak. Ja, ik kan bijna niks. Ik heb alleen maar
daarom heb ik ook echt iets lager. En die heeft volgens mij ook die Dr. Doom. Ik neem even backpot in, hè. Waar heb je hem? Ja, heb je iets van healing? Is het daar trouwens nog één? Ik hoor nog iemand. Of was jij dat met die? Oké, ik heb echt bijna geen idee. Nee, dit is de eindcirkel. Wauw. En daar is iemand gereboot. Oh kak, ja, dat had ik erom. Echt, ik spook dus echt niks fijns meer. Is dat niet die ene? Oké. Oké, hoppata. Ik had die laatste guy. Terwijl ik had in ieder geval ook één. En dan ga ik hierbij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dus doe zeker ook even een blauw duimpje. Zeker te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden en op dat bij klikken naast van de nek op staat, zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik ze altijd adios.